Honderden bezoekers dit weekend op het afscheid van de overleden kunstenaar Jan Heijer, waar hij in zijn eigen beschilderde kist ligt. Ja, zijn eigen kist die heeft hij al 20 jaar geleden in een theatervoorstelling gebruikt. En sindsdien heeft hij hem bewaard. Jan Heijer was een veelzijdige kunstenaar. En de laatste jaren had hij juist voor anderen veel doodskisten ontworpen. Dus het was niet te doen geweest om hem in een gewone standaardkist weg te brengen. Dus fijn dat hij die had. En hij paste er precies in. Nee, staat nu toch even te kijken van, nou ja, dit is dan de kist. En ja, mooi, prachtig, dat, zoals Jan dat deed. Hij zocht zijn eigen pad en deed het op zijn manier. En nou ja, tot aan de laatste snik. En wat ik er vooral mooi aan vind, is dat het net niet helemaal klopt. Dus de handvatten bijvoorbeeld, dat zijn eigenlijk een beetje kietserige handvatten eraan. En waarvan je eigenlijk zou denken, past er niet helemaal bij. Maar dat paste ook juist weer heel erg bij hem. Omdat het gewoon altijd net even anders was dan je verwachtte. De condoleance met tentoongesteld werk is een alternatief, omdat er nu geen grote uitvaart kan plaatsvinden. Maar zo heeft Jan zelf geregeld dat veel Haarlemmers toch afscheid van hem kunnen nemen. Want ondanks dat hij zelf niet in de stad woonde, had hij Haarlem wel in zijn hart gesloten. Als ik met hem door de stad liep hier, het is net alsof je met een Sinterklaas door de stad loopt. Want het was altijd van, hé Jan. Iedereen kende, ja, heel veel mensen kenden hem. Ik zal niet zeggen iedereen, maar echt heel veel mensen. En hij kon echt geweldig toneel spelen. Af en toe lag je in een deuk, kon je zelf niet meer, omdat Jan de meest idiote dingen verzon. Ik liep hier een paar weken geleden, maar liep ik hier langs en toen zag ik hem hier voor het raam in deze stoel zitten. En dan, ja, ik wil altijd heel erg blij van Jan.